In Zuid-Limburg vindt men als in zoveel katholieke streken nog vele veldkruisen en kapellen. Vaak staan er evenoude beeldjes die destijds door rijke landeigenaren waren geplaatst, zoals deze Sint-Oda uit de 16e eeuw. Er werden er heel wat gestolen om hun antiekwaarde. De verlaten bidplaatsen zijn schuilplaatsen voor vrijende paardjes geworden. Tradies beschermen menig beeldje tegen roof of vandalisme, maar helaas niet steeds afdoende. De diefstallen werden zo talrijk dat de oudheidkundige kring 21 beeldjes laat kopiëren door de amateur houtsnijder Piet Kleefas om de originele te kunnen onderbrengen in één goed bewaakte kapel. Hij snijdt de beeldjes uit oude balken. Sint Roches, beschermheilige tegen de pest, werd 3 eeuwen later nagesneden en daarbij weer in het bezit gesteld van zijn herderstaf die hij was kwijtgeraakt. Er werd dan een kopie geplaatst van de heilige Antonius om te voorkomen dat de originele heilige die de gelovigen al sedert eeuwen hielp bij het terugvinden van verloren voorwerpen zelf verloren raakt en dat zou te gek zijn.